PEC 20 is de nieuwe naam van de jeugdafdelingen van SV Panning en SV Echo. De clubs werkten de afgelopen jaren al samen en gaan komend seizoen verder onder de nieuwe naam. PEC staat voor Panningen-Echo combinatie. Ja, we zijn al met de commissie al best wel een hele tijd mee bezig. Ik denk dat de naam eigenlijk in april, mei al duidelijk was voor de commissie samenwerking, zeg maar. We wilden het heel feestelijk onthullen. Afgelopen seizoen, zeg maar, op het einde al, met onze seizoensafsluiting. Ja, vanwege corona en allerlei andere omstandigheden ging het gewoon niet. Ja, er zijn een heel aantal mensen van beide clubs die mee hebben gedacht. En met die inzendingen zijn we aan de slag gegaan. Ja, visueel hebben we nog 3 andere jongens ingeschakeld, leden van de club, die mee hebben geholpen met het ontwerp van het logo, het ontwerp van de tenue. En de naam, deze naam sprong er eigenlijk wel bij de meeste inzendingen uit. Voor Panningen-Echo-combinatie. Toen we de naam moesten bedenken, hebben we ook gevraagd allemaal van Wim Wit een goede naam. Daarvoor hebben we een prijsvraag uitgeschreven toen. En we hebben alle goede inzenders. Ja. Familie Amorg. Hey. Hey jongens, op de toekomst hè? Hey. PEC Zwolle hè? PEC Zwolle, dat zat ook in mijn hoofd. Namen Panning en Echel, ik denk de combinatie, PNC, ja, dat lag voor de hand. Maar het belangrijkste is dat we samen gaan eindelijk. En de jeugd die had het al jaren en dat maakt niet uit of ze nou in een groen shirtje spelen of een oranje shirtje. En ze spelen allemaal al samen en ze weten ook niet of ze uit Echel of Panningen komen. En dat is een goede start voor een nieuwe toekomst voor beide clubs. En dan hoop ik dat de senioren dadelijk nog volgen en dan hebben we het geheel gehad. En die kunnen ons richten op de toekomst. Dus, ja. De eerste samenwerking is alweer zo'n 5 jaar geleden tussen de jeugd van Panning en Echel. Eerst wat oudere jeugd en vanaf dat steeds uitgebreid naar tot en met de kabouters, tot en met de A is het inmiddels. Ja. Dus ja, gaat heel goed die samenwerking. Dus vandaar ook deze stap die we gaan zetten samen. De dorpen liggen zo dicht tegen elkaar aan. Ze liggen bijna in elkaar. Ja, daar moet je gewoon uiteindelijk door de ledenaantallen moet je gewoon 1 geheel van maken. En dan heb je ook echt bestaansrecht. Dan krijg je een mooie vereniging. En daar moeten we ook naartoe werken. Op termijn zou eventueel een fusie van beide clubs mogelijk zijn. Dat is niet op korte termijn aan de orde. Maar alles wat we nu doen is wel met dat in het achterhoofd houden. De jeugd, ja, daar is het nu rond. Die zijn er helemaal klaar voor. De senioren, daar gaan we nu aan werken. Om ook daar een traject in te zetten dat het bij elkaar komt. Er staat voor de rest geen einddatum voor. Maar dat is een kwestie van tijd. En aan Mempel is het 5 jaar of het 7 jaar. Maakt allemaal niks uit, maar de intentie moet zijn van jongens, uiteindelijk komen we bij elkaar. En dat vind ik belangrijk. En bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw tenue en een shirt sponsor. We hebben nu de naam bekendgemaakt. Er komen compleet nieuwe tenues moeten er komen voor de hele jeugd. En het gaat om een fix bedrag. Dus ja, het is een beetje een ongelukkige tijd om sponsors te werven. Maar ja, we zullen toch aan de bak moeten om sponsors binnen te krijgen. Dus van deze wil ik ook heel graag mensen die onze warm hart toedragen en die ideeën hebben. Ja, meld je, geef het aan en wij gaan zelf ook een benaderen. Maar ja, we moeten het financiële plaatje wel proberen rond te krijgen. Oh!